We zijn hier bij de workshop Dutch Design in de Gouden Eeuw. Het eerste is de inleiding. Daarna gaan ze naar het museum om actief te kijken. Ze zoeken naar een voorwerp wat ze gebruiken om daarna hun eigen design te maken. Dit is de eerste opdracht. Ze moeten een detail tekenen uit de nachtwacht. Wat ben je aan het doen? Ik ben de zijkant van dit beeld aan het tekenen, dus de contouren. Uit een schilderij een aantal kleuren. We moeten een object hier uitkiezen en bedenken hoe het zal zijn als het van een ander materiaal zou zijn gemaakt. Wat ze nu aan het doen zijn, is dat ze het voorwerp in vier fasen eigenlijk veranderen tot hun eigen ontwerp. We gaan een kroon naar een ballon omzetten. Dit is het laatste onderdeel. We hadden dus een kroon uitgekozen en we hadden het idee om er een luchtballon van te maken. Uiteindelijk was dit het resultaat. De workshop Dutch Design in de Gouden Eeuw. Vond je ervan? Leuk! Je ziet het.